Ik ben Juriaan Mulder en dit is de Battenvieren podcast. En we hebben vandaag de eerste aflevering van een reeks die we gaan doen. Namelijk een maandelijkse column door de geschiedenis heen met Paddy. En Paddy, daar hebben we een heleboel afleveringen al mee gemaakt. Over zijn boek over Ludendorff, over zijn boek over het Derde Rijk en de geopolitiek daarvan. Over de recente bundel het cultuurmarxisme. Maar voor de laatste en de allerlaatste keer zou je jezelf willen voorstellen. Want nu gaan we er gewoon uit de mensen die je kennen als ze naar ons luisteren. Nog één keer, wie ben jij? Ja, hallo Juriaan. Mijn naam is Perry Pierik. Ik ben directeur-eigenaar van uitgeverij Aspect in Soesterberg. Dat is een algemene uitgeverij, maar met een wat zwaartepunt op non-fictieboeken. En met name ook historische boeken. Wat er alles mee te maken heeft met het feit dat ik zelf historicus ben van huis uit. En ja, ik heb in de loop van de jaren een hele reeks boeken geschreven over allerhand onderwerpen. Vooral Eerste en Tweede Wereldoorlog. Maar ook boeken over vraagstukken van vandaag de dag. Bijvoorbeeld een bundel over Erdogan, wat vrij recentelijk is verschenen. Een boek over de Arabische Lente. En een bundel over cultuurmarxisme. Wat samen met Paul Cliteur verschenen is. Ja, nu gaan we deze reeks maken. Dit zal ongeveer eens in de maand uitkomen. En wat de bedoeling eigenlijk is. En hier komt ook uw kans om te shinen, mensen. Vanaf de volgende keer hoop ik dat we ingezonde vragen en vragen over de geschiedenis. Post van Paddy, dat we dit hier kunnen voorleggen. En dat jij dan mensen hun vragen kunt beantwoorden. Dus schiet het in de reacties erin. Als je een vraag hebt voor deze kenner van de geschiedenis, die zal dat vanaf de volgende keer met alle liefde beantwoorden dan. We gaan actualiteit bespreken, maar we gaan natuurlijk ook gewoon een wandeling door het verleden maken. En wat beter dan te kijken, wat gebeurde er zoveel jaar geleden deze maand? Maar daar komen we zo op. Eerst wil ik je vragen van, joh, zijn er de afgelopen tijd dingen gebeurd die jouw oog toch bij de tv hielden in plaats van de boeken? Ja, nou, er gebeurt veel, hè, op dit moment. En interessante zaken. En ik volg het ook met enorme belangstelling. We zien op dit moment een, als we naar de oosterburen kijken, naar Angela Merkel. Dus echt een politica, eigenlijk vechten voor haar politieke overleven op dit moment. Ze heeft het een beetje over haarzelf afgeroepen. Iedereen herinnert zich nog natuurlijk in 2015 dat zij haar grote willkommenpolitiek heeft doorgevoerd. Je kunt beter zeggen doorgedrukt, want dat was eigenlijk een volkomen solitaire actie. Wat ook iedereen verraste eigenlijk in Europa. En we kunnen alleen maar gissen naar de drijfveren daarvan. Maar ik denk dat we al gauw enigszins op Duits psychologisch terrein zouden uitkomen als we daar dieper op in zouden gaan. Maar daar wilde ik me eigenlijk op dit moment maar even niet aan wagen. Maar het is wel interessant. Hoe gaat dit nu verder? Hè? We zitten natuurlijk met een probleem. En dit zijn problemen die hebben gevolgen voor de lange termijn. Kijk, als je mensen binnenlaat en die mogen zich op een gegeven moment vestigen, die hebben ook weer familieleden die mogen komen. Die komen niet uit landen waar het allemaal zo keurig opgeschreven staat. Dus er kunnen ook van allerlei andere mensen weer bij komen. En dat leidt dus tot een excessieve migratie, die natuurlijk ook betaald moet worden. Kijk, we hebben natuurlijk in Europa te maken met een volkomen veranderd economisch terrein vergeleken met 20, 30 jaar geleden. De ouderwetse productielijntjes zijn allemaal verdwenen in Azië. Zelfs China is tegenwoordig te duur om iets te produceren. Die verplaatst het ook weer door naar India. Ja. En we krijgen hier natuurlijk toch veel relatief ongeschoolde werkkrachten daardoor binnen. Los nog van allerlei andere frictiepunten die je hebt. Dus daar ligt een levensgroot probleem. En het is eigenlijk opmerkelijk hoe ontzettend eendrachtig tot nu toe die Duitse politiek dit toch wel zeer bijzondere beleid van Merkel ondersteund heeft. Je moet je voorstellen dat dit de grootste volksverhuizing sinds de Romeinen is geweest, die wij hebben gekend. Als je even niet het eind van de Tweede Wereldoorlog meetelt, toen de miljoenen
Duitsers uit Oost-Europa naar het westen kwamen. Maar dat waren Duitsers die in Duitsland werden opgevangen. Het was natuurlijk wel een enorme problematiek, maar toch cultureel gezien lag dat natuurlijk toch anders. Duitsers die naar Duitsland teruggingen eigenlijk. Maar goed, dat was een enorme prestatie die daar verricht is destijds. Maar dit is natuurlijk toch een andere zaak, ook mensen uit andere culturen. En je ziet dus nu, het begon met kleine haarscheurtjes, maar dat is nu toch omgegaan, misschien ook beïnvloed door de buurlanden. Je ziet dat Oostenrijk niet zo graag meer meewerkt. Je ziet dat in Italië dat het roer om is. Je ziet dat Henrik Larsen in Denemarken, de sociaaldemocraat, nu gezegd heeft: het kan zo niet langer met die enorme instroom. En ook in Duitsland heb je dus mensen nu als Horst Seehofer, dus iemand met wie Merkel, dus binnen CDU, CSU, dus de Christendemocraten, al die tijd goed heeft samengewerkt. Dat die toch stelt van ja, maar moet daar niet een soort plafond aan worden gesteld? Het is natuurlijk eigenlijk wel heel wonderlijk dat die vraag nu pas gesteld wordt. Al jaren bezig. Maar goed, Paul Scheffer die was op de televisie van de week en die heeft nu een adviesrapport geschreven voor de Nederlandse regering. En die heeft daar ook in gezegd van het is toch wel wonderlijk dat wij al jaren te maken hebben met een migratievraagstuk. En dat men zich daarin geen doelen stelt. Wij stellen met alles doelen. Over de export, over de import, over de graanteelt. Nou ja, noem maar op. Het is doorberekend door het Centraal Planbureau. Het enige waar men van wegblijft is deze thematiek. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het hier om mensen gaat. Dat het beladen is. Dat wij in een traditie staan van nooit meer fascisme. Het eind van de Tweede Wereldoorlog. Men is bang om etniciteiten te bespreken. Men is bang om dit soort zaken op de agenda te zetten. Men is bang om van populisme beschuldigd te worden. Ja. Dus Angela Merkel, natuurlijk vanuit Duitsland, zich meer onder een vergrootglas voelend, denk ik, nog dan wij. Nog politiek correcter eigenlijk dan de rest van Europa. Het heel raar is eigenlijk, want er zijn, als je praat met de Duitser op de camping, die zichzelf nog zo zorgen maakt, dan denk je eigenlijk bij jezelf van, joh, 70 jaar geleden, Jij bent niet verantwoordelijk voor wat je toen hebt gedaan, voor wat je voorouders toen misschien hebben gedaan. Ja. Dat het zelf ook gewoon sociaaldemocraten waren die meeliepen met politiek golf. Dat klopt. Maar ja, dat zit natuurlijk op een gegeven moment. Dat heeft zich natuurlijk ingevreten. Hè? Je zou maar twee keer in de geschiedenis, twee keer in de wereldoorlog aan de verkeerde kant hebben gestaan, hè, zoals we daar nu naar kijken. Aan de andere kant, ik heb wel begrepen uit allerlei populariteitspeilingen dat de Duitsers op dit moment een van de meest populaire volkeren binnen Europa zijn. Dus mensen gaan er graag naar op vakantie. Ik geloof dat de scherpe randjes er toch wel af zijn. Maar de Duitsers zelf natuurlijk, ja, daar knaagt het nog aan. Het eigen beeld. Maar kijk, Duitsland heeft toch veel problemen. Kijk, we hebben in Nederland nu 1,2 miljoen mensen die op de rand van de armoede leven. Dat is in Duitsland nog veel groter. De sociale voorzieningen in Duitsland zijn anders geregeld dan bij ons. Dus de gewone Duitser, ook vaak de oudere Duitser, hebben het helemaal niet zo makkelijk. En als je dan ziet dat er toch enorme groepen mensen binnenkomen, van waar men eigenlijk al weet dat daar waarschijnlijk geen werk voor is, en die wel opgevangen moeten worden en kansen moeten krijgen, dat is een enorme belasting, los nog van de culturele verschillen die er zijn, en ook de verwatering van westerse waarden die je daardoor krijgt, wat natuurlijk ook allerlei gevolgen heeft, om nog maar even niet te praten over terrorisme en dat soort zaken. Dus dat ligt onder vuur. En die Seehofer heeft ook aangegeven, ja, moeten we daar nou toch niet eens een keer plafond aan stellen? Merkel die weigert eigenlijk harde uitspraken daarover te doen. En die heeft een vlucht naar voren gedaan afgelopen week. En die heeft een soort mini Europese Unie-conferentie belegd. En ik zou dat willen noemen een soort coalition of the willing. Ze heeft eigenlijk een beetje de mensen om zich heen verzameld waarvan ze hoopte dat ze daar invloed op had. En Macron heeft haar eigenlijk een beetje de hand gereikt. En die proberen nu toch die Unie bij elkaar te houden. En die brengen eigenlijk die migratiepolitiek als een, gek genoeg als een soort slagwapen, om de boel bij elkaar te houden. Ze zeggen, kijk, we moeten dat natuurlijk wel herregelen en herschikken. Maar vooral herschikken en beter verdelen. Dat is wat anders dan daar consequent een einde aan maken of een nieuwe policy inzetten. De Visegrad-landen waren daar niet bij. Daar was Hongarije niet bij. Italië mocht wel aanschuiven. Die kreeg meteen slaande ruzie met Merkel op die conferentie. Dat is later weer een beetje ingeschikt. En men heeft gezegd, ja god, die Italianen hebben misschien toch wel gelijk. Veel van de bootvluchtelingen komen aan in Italië.
En ja, dan doet men een beroep op de solidariteit van de Italianen. Maar op het moment dat de vluchtelingen door moeten gaan naar Frankrijk, worden ze aan de Franse grens geweigerd door Macron. Terwijl Macron ze wel verwijt vervolgens om niet humaan genoeg te zijn om die vluchtelingen op te nemen. Zo zie je dus de wonderlijke spagaat die er in Europa aan de gang is. Wat ik gevaarlijk vind is, men draait om de hete brei heen. Hè, zolang de boel niet opgelost wordt in Noord-Afrika, blijven de nieuwe mensen komen. En als de nieuwe mensen komen, blijft er een vraagstuk van de vluchtelingen. En hoe verdelen we en financieren we dat? En hoe gaan we de verwatering van de westerse waarden tegen? Dus die problematiek blijft bestaan. En dan zie ik dat er heel oneigenlijke argumenten worden gebruikt. Bijvoorbeeld om een land als Hongarije onder druk te zetten. Je weet, Viktor Orbán is een robuuste politicus. Die eigenlijk gewoon gesteld heeft, Hongarije is een christelijk land. En dat willen we heel graag blijven. Dus die zijn heel terughoudend in het opnemen van vluchtelingen. En dan heeft Macron heeft gezegd van ja, maar hoor eens even. Wij hebben jullie wegen betaald, wij hebben jullie bruggen betaald. Dus dan moet je nou niet dwars liggen op die vluchtelingen. Die moet je gewoon opnemen. Je moet solidair zijn. Daar heb ik toch moeite mee. Want kijk, je bent lid of je bent geen lid van de Europese Unie. Het kan toch niet zo zijn dat als jij recht hebt op dat geld voor die bruggen en die wegen, dat hebben we blijkbaar zo bepaald in Europa, dat we die infrastructuur omhoog tillen, dat in ruil daarvoor jij geen mening mag hebben over het beleid van de Europese Unie. He, ik vind dat niet kan. Dat het Westen de bruggen betaalt en vervolgens de Visegraadlanden moeten ja knikken op alles wat het westelijk deel zegt. Ik denk dat is geen gelijkwaardige Unie. Dus je ziet, er is toch een beetje Orwelliaanse verdeling in Europa. Some pigs are more equal than other ones. He, ja, dus, ja. De een is toch net een wat betere Europeaan blijkbaar dan de ander. En dan wil je die anderen die minder Europeaans zijn, die zou je toch erbij willen betrekken, ook in de positieve zin. Die wil je toch niet alleen met de stok slaan. Nou ja, het argument eigenlijk van Paul Scheffer was, en dat vond ik een goed argument, geef de mensen meer duidelijkheid. Als jij bepaalde plafonds instelt, dan weten mensen wat ze kunnen verwachten. En als je mensen weet wat ze kunt verwachten, ja, dan is er ook gewoon minder paniek onder de mensen. He, er is veel onrust op dit moment. En dat kunnen we opvangen. Wat ook interessant was, en dat moeten we ook niet vergeten, hoe het demografisch allemaal doorwerkt. Paul Scheffer liet zien in zijn onderzoek dat ook relatief kleine aantallen, bijvoorbeeld 10, 20, 30.000 mensen erbij in Nederland, hoe dat demografisch doorwerkt in 30 jaar tijd. Daar praat je in één keer over hele middelgrote steden die er ontstaan. Dus ja, hoe het ook went of keert, Europa zit in de spagaat van verandering. Dat vond ik ook wel, als ik dat even mag inhouden, vond ik ook eigenaar dat Thierry die had dan ook zo'n uitspraak gedaan van over zoveel jaar ziet Nederland er zo en zo uit. En dan noemde hij wat absolute aantallen inderdaad. Ja. En dan was de vraag natuurlijk van ja, klopt dat? En zo, ja, waar heeft u dat op gebaseerd? Dus NRC ging weer zo'n fact-check artikel schrijven. Ja. Vind ik altijd heel knap dat Thierry dan zoiets weet te zeggen, waarvan hij weet dat de NRC dat weer gaat fact-checken. Die gaat het dan falsificeren. Tenminste, falsificeren. Die gaat het dan bewijzen als onjuist. Ja. Maar die heeft dan wel, zeg maar, het genuanceerde, wat toch niet een heel gunstig verhaal is, toch wel weer genoemd. Oké. Snap je? Ja. Die heeft dan toch wel laten zien van, nou ja, er is een ongunstige werkelijkheid, maar het is niet zo ongunstig als Thierry zegt, maar het is nog steeds een ongunstige werkelijkheid. Nou, die had dat. Nou ja, of het gunstig of ongunstig is, dat is het interessante aan wat Paul Scheffer bijvoorbeeld zei. Die zei, wat willen we met ons land? He, er moet ook een soort discussie zijn. Als je een heel restrictief beleid hebt, heb je een krimpende bevolking, heb je ook een krimpende economie. Ja. Dat is een keuze die je hebt. Je kunt ook zeggen, we gaan zeer ruimhartig beleid toepassen. Dan groeien we naar 18, 20 miljoen inwoners toe. Ja. En dan kun je ook afvragen, is dat het Nederland wat je wil? We hebben al files, het is al druk. Er wonen bijna nergens zoveel mensen op het kluitje als in Nederland. Per vierkante kilometer. Dat is enorm. En dat zijn politieke keuzes. En ik denk, we moeten af, denk ik, van de sentimentaliteit eigenlijk in de politiek, zoals Merkel heeft gedaan, die gewoon uit de heup schiet en vanuit een emotie in één keer zegt, kom allemaal maar binnen. En dat we vervolgens de politieke werkelijkheid moeten aanpassen. Ja. We moeten het omdraaien. We moeten politiek een besluit nemen en daarna handelen. En ik vind bij die politieke besluitvorming,
Daar moeten alle partijen aan deel kunnen nemen. En dan kun je niet zeggen van, ja, jullie zijn het nu niet met ons eens, de Visegrádlanden, dus eigenlijk moeten jullie eerst maar eens je beleid aanpassen voordat je weer mee mag praten. Ja. En ik vind het een beetje een rare ontwikkeling dat we zo'n coalition of the willing hebben, die nu een beetje meedraaft met Merkel in haar opvatting. Eigenlijk is Europa bezig nu om Merkel politiek te laten overleven. En ik vind dat is geen taak van Europa. Nee. Daarbij, en dat is een groot teken aan de wand, de sociaaldemocraten in Denemarken, die laten nu geluiden horen, mm-hmm, die eigenlijk eerder lijken op wat een partij van meneer Baudet zegt, dan wat zo'n partij als Merkel zegt, die notabene christendemocratisch is en nog niet eens sociaaldemocratisch. Ja, ik had het ook toen voorgelegd, toen ik een interview had met André Krauw, zelf een sociaaldemocraat. En die onderzoekt natuurlijk ook die partij ideologisch. Die was ook in Denemarken niet heel lang geleden. Daarover vertelde hij inderdaad. Dat is een interessante ontwikkeling. Of het nu nog in Nederland gaat gebeuren. Wanneer, dat weet hij niet zozeer. Want hij ziet zomaar ook gebeuren dat de sociaaldemocratie ten onder gaat. En andere richting op gaat het ook in Zuid-Europa. Mm-hmm. De sociaaldemocratie. Maar wat grappig is dat zei Lodewijk Asscher van de week niet een aantal dingen ook. Ja, hij heeft hierop gereageerd. En hint wel richting dat Denemarkse. Nou, er zaten een paar heel belangrijke verschillen in. Hij was naar Denemarken geweest om te horen wat Henrik Larsen en zijn mensen in de sociaaldemocratie in Denemarken voor ogen hadden. En die Denen, dat was toch wel opmerkelijk, die leggen toch de vinger op de zere plek. In die zin dat die ook bereid zijn om de islam te noemen als een van de problemen. Waar het eigenlijk op neerkwam, is dat zij vonden dat de betrokkenheid, laat me zeggen, bij het thuisland en de taal en de schotelantennis en de eigen cultuur en het niet erkennen van de westerse waarden, dat werd toch door de Deense sociaaldemocraten als een niet loyale opstelling gezien. Dat is een uitspraak die ik nog nooit gehoord heb, eigenlijk vanuit de Nederlandse sociaaldemocratie. Het interessante was dat onze voorman van de Partij van Arbeid, zijn naam ontschiet me even, Asscher. Ja, die was op bezoek in Denemarken, heeft daar een gesprek gehad, het werd vervolgens geïnterviewd. En Asscher die zei vervolgens, die kwam eigenlijk met de bekende argumentatie en die richtte zich alleen op sociaal-economische vraagstukken. Dus die ziet alles als een achterstandsprobleem. Ja, en ze weten dat donders goed. Eigenlijk hoe het zit natuurlijk. Want dit is een discussie die zij natuurlijk intern al heel lang voeren. Dit is een discussie, die herbronning, want eigenlijk is links of sociaaldemocratie, om specifiek te noemen, is altijd, voor de oorlog was het altijd van de dichte grenzen, eigen arbeider eerst. Ja, wat de SP nog steeds een beetje. Juist. En de liberalen waren van, laat maar binnenkomen, goedkope arbeid. Het is zich toen, na die oorlog, is het zich gaan omdraaien natuurlijk. En nu die herbronningsstap, wat de Denen aan het doen zijn. Ja. Lodewijk Asscher wilde ook bijna bij de Nederlandse leeuw komen, heb ik ook begrepen. Okay, die zou daar bijna komen, maar dat was dan mits die linkse mensen ook zouden komen. Die heeft er eentje in de schakel, heeft afgezegd en dan komen ze natuurlijk allemaal niet meer. Maar hij speelt er wel mee. Hij zoekt een oplossing voor de structurele malaise binnen de Partij van de Arbeid. En hij begrijpt ook wel dat die discussie verbreed moet worden. Het feit dat de sociaal-economische factoren in ieder geval hard benoemd worden. En dat het misschien ook de welvaartsstaat niet meer gedragen kan worden financieel, dat is al een enorme plus. Dus ik ben wel blij met de ontwikkeling die je nu ziet bij de Partij van de Arbeid. Ik denk alleen dat het nog een stap verder moet gaan, ook om weer die solidariteit en cohesie in Nederland terug te vinden. Op het moment dat je, zoals die Denen schetsen, een groep in de samenleving krijgt die snel groeit, demografisch groeit, en die andere waarden vertegenwoordigt. En die, zoals Henrik Larsen zegt, deloyaal is eigenlijk aan het systeem. Hmm. Ja, dan is het natuurlijk lastig om met elkaar die welvaartsstaat te dragen. Ja, hè, dat vraagt natuurlijk van iedereen een soort positieve grondhouding. Ja. En dat geldt natuurlijk, dat is wederkerig, hè? Het geldt naar alle kanten toe. Het geldt, hè?
Maar dat is natuurlijk een spanningsveld. En op dit moment zie ik, en dat was eigenlijk mijn opvallend bericht toch eigenlijk in dit nieuws. Je ziet nu dat de Europese waarde en de Europese politiek gebruikt wordt nu om eigenlijk de positie van Merkel te redden. Terwijl ik denk, is dit niet een spoor wat eigenlijk ook gewoon op het eind van zijn weg is gekomen? Ja. En moeten we gewoon niet weer eens een keer een frisse start maken? Ik geef dus die Horst Seehofer, die geef ik gelijk. Dat hij eigenlijk gezegd heeft van, mevrouw Merkel, we willen plafonds horen. En wie ook interessant was, was Markus Söder. Dat is de bondspresident van Beieren, de deelstaat Beieren. Die was glashelder. Die zei, als dit niet in Europa nu opgelost wordt, deze crisis, dan steunen wij vanuit Beieren, vanuit de CSU en vanuit de, hij is van de Christelijke Sociale Union, steunen wij niet langer dit beleid van Merkel. En dan denk ik dat haar laatste dagen als kanselier geteld zijn. Komen er scheurtjes in Duitsland die we, zeker, die we sinds 100 jaar niet gezien hebben? Nou ja, ik weet niet of het zo dramatisch is, maar de tijdperk Merkel is voorbij dan. Nou ja, ja. Beiers eigenzinnigheid, die heeft natuurlijk ook een geschiedenis. Dus ja, dat klopt. Dat klopt. Die hangen daar ook al de kruisjes in de publieke gebouwen op, toch? Ja, nou, dat hebben ze van oudsher altijd gedaan. Dat ligt ook onder vuur, maar dat, daar houden ze aan vast. Ja. Beste luisteraars, we hebben jullie hulp hard nodig om de overgesubsidieerde podcastjes van de NPO te verslaan. En dat doet u door naar onlineradioawards.nl te gaan. En daar zit lekker makkelijk bovenaan bij de B, de Batavieren podcast. Klik op stem direct en kies gelijk uw favoriete presentator. En we gaan gewoon lekker de allerbeste worden. We gaan die gesubsidieerde podcastjes van de NPO helemaal kapot verslaan. Verder wil ik nog een paar luisteraars van ons enorm bedanken. En dat zijn Mark Seria en Peter en Dolle voor jullie donatie. We kijken uit naar meer donaties. Jullie zorgen ervoor dat we nieuwe spullen kunnen kopen. En dat we de onkosten voor onze events kunnen betalen. We leven van jullie. We doen het voor jullie. Dank jullie wel. Wilt u bij onze evenementen komen en kennis maken met andere luisteraars, redacteurs en gasten bij de Batavieren podcast? Dan kan dat. Zoek ons op via Facebook en kijk bij onze evenementen wat er de komende tijd gaat gebeuren. Wilt u online in contact komen met andere luisteraars, redacteurs of gasten van de Batavieren podcast? Dan kan dat via de Ware Batavieren discussiegroep op Facebook. W-A-E-R-E Batavieren groep. Of zoek het op via onze Facebookpagina. Laat hier weten wat beter kan of discussiëren over de aflevering. Wat u er allemaal van vond. Dank jullie wel. En dan nu het volgende onderwerp. We gaan de tijdreis maken met jou. Wat gebeurde er in juni 75 en 100 jaar geleden? En niet spannender dan oorlog. En wat krijgen we als we 75 en 100 jaar terugkijken? Oorlog. Ja. 75 jaar geleden, we zitten in 1943 juni. Er gebeurden een aantal opmerkelijke dingen. Ja, zeker, zeker. Je hebt, in de eerste plaats waren de luchtbombardementen op Duitsland waren in volle gang. Je moet je voorstellen, er was nog geen echt front op de grond. Hè. Dat vindt pas een jaar later plaats. En men probeerde natuurlijk Duitsland te treffen door bombardementen. Die bombardementen die vonden overdag plaats, die vonden 's avonds plaats. Het interessante was dat de Britten die vlogen 's avonds en de Amerikanen die vlogen overdag. En precies 75 jaar geleden vond daar op Düsseldorf en Münster en Wilhelmshaven vond de grootste bombardement plaats op dat moment overdag. Je moet je ook voorstellen wat een indruk dat maakte. Hè? Want, ik weet dat nog van mijn opa en oma die daar nog over vertelden. Dus dat je echt gewoon honderden vliegtuigen door de lucht zag vliegen. Dus dat was ook een moreel gezien had dat effect. Hè? Die Nederlanders voelden natuurlijk toch aan die eindeloze vliegtuigen naar Duitsland zagen gaan. Van, er is toch een kentering aan de gang. Ja. Want je moet je voorstellen dat Hermann Göring, de baas van de Luftwaffe, die had altijd gezegd, nou, er zal geen bom op Duitsland vallen. Nou, tegendeel was het geval. Er bleef geen steen meer op de ander staan. En die bombardementen, die werden eigenlijk ook steeds brutaler. Die Amerikanen deden dat gewoon overdag. Die Duitse luchtmacht, die was zo ver in de problemen gebracht. Dat had ook te maken trouwens met brandstofgebrek. De Duitsers hadden gewoon weinig benzine. En ze moesten natuurlijk op meerdere fronten tegelijk opereren. Daar waren helemaal geen, die hadden hun luchtruim helemaal niet veilig meer. Die hadden het niet veilig meer. Ze hebben wel gigantisch veel luchtafweergeschut gebouwd. En dat allemaal opgesteld.
Maar ja, het is toch niet zo eenvoudig om met zo'n kanon zo'n vliegtuig uit de lucht te schieten. Het is wel zo dat op die bewuste dag, dat was 11 juni 1943, zijn er 58 van die Amerikaanse bommenwerpers uit de lucht gehaald. 85, toch? Of 85? 85 van de 233, okay. Las ik. Nou ja, je moet je voorstellen, in ieder vliegtuig zaten een heleboel bemanningsleden. Hè? Het was niet zo dat daar één pilootje in zat. Er zaten nog boordschutters in, er zaten richters in, de mensen die een man of 10 misschien zelfs. Ja, en dat waren, ja, dat waren hoogopgeleide militairen. Dus dat, je kon ook niet iedereen zomaar op zo'n vliegtuig zetten. Ja. Dus dat had enorm invloed. Die gooide 462 ton bom af. Dus ze hebben dat toch gewoon gedaan. En ze hebben dat ook volgehouden. Je kunt je voorstellen dat de opleiding en de productie aan geallieerde kant was effectiever en grootschaliger dan dat de Duitsers hun verweer konden organiseren. Ja. Dus dat is interessant. En die bommenwerpers werden ook begeleid nog door jachtvliegtuigen. Daar hadden ze ook hele ingenieuze zaken voor geconstrueerd. Ze hadden die Mustangs die mee vlogen, hadden een extra benzinetank er bijvoorbeeld onder hangen. Als ze die afstand konden redden. Precies, want anders kon ze niet helemaal meevliegen. Ja, en nou ja, die hele vleugels van die grote, van die vliegende forten, die hele vleugels konden gewoon volgegoten worden met kerosine. En die konden gewoon door. Die waren natuurlijk wel kwetsbaar, dus die moesten bewaakt worden. Maar die Amerikanen hebben zich daar geweldig in gespecialiseerd. Ze hadden meestal in die formatie, zie je in het midden, een vliegtuig met al van die stippen vliegen. Dat was dus het toestel waaromheen eigenlijk die formatie vervolgens geschakeerd werd. En dan vloog men daarheen. Wat wel ernstig was natuurlijk, het waren geen precisiebombardementen. Of althans, men vond het toen al redelijk precies. Maar in feite werd het vooral gewoon boven de stad gedumpt. Een tapijt. Zo'n tapijt. En natuurlijk wil men graag de spoorwegen raken en de industrieën. Maar er werden natuurlijk ook hele woonwijken ook weggevaagd. En in die zin spraken de Duitsers natuurlijk ook van terreurbombardementen. Nou, je weet, het woord terreur is tot de dag van vandaag een politiek woord. Wat voor de ene een vrijheidsdaad is voor de andere een terroristische daad. En zo werd ook tegen die bombardementen destijds aangekeken. Als we dit programma lang genoeg, jaartjes genoeg vol blijven houden, dan komen we vanzelf bij de bombardementen van Dresden. Ja, ja, ja. En dan zien we wat voor terreurdaad, of hoe omstreden een bombardement zelfs van de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, er werden gewoon bommen gegooid, dat zien we als vanzelfsprekend. Maar dat is toch wel een heel bijzondere. Zeker. Er gebeurde nog iets dat jaar in Duitsland ook. Ja, dat is interessant vooral eigenlijk vanwege het woordgebruik. Het was een bespreking op de Obersalzberg, waar Hitler veel verbleef. Maar steeds minder, hè. In de loop van de oorlog zat hij steeds vaker in zijn bunkers ergens onder de grond. Maar daar ontving hij Himmler, het hoofd van de SS, die ook militair steeds verder betrokken was geraakt bij alle operaties. Ja. Je moet je voorstellen dat Hitler in steeds groter spanningsveld zat met het traditionele leger. Uiteindelijk zal dat ook leiden tot de von Stauffenberg-aanslag. En hij steeds meer begon te vertrouwen eigenlijk op zijn politieke soldaten. En dat waren de soldaten die binnen de tak van de SS, de zogenaamde Waffen-SS, de gewapende SS, opereerden. Maar Himmler was ook verantwoordelijk voor heel veel politionele acties achter het front. Je moet zo zien dat het bezette gebied, dat bestond eigenlijk uit gebied waar op een gegeven moment de Duitse ambtenarij het overnam. Maar je had ook gebieden tot wel 100 kilometer diep achter de frontlijn, en soms nog wel groter. En dat werd genoemd het Co-Ruk, de zogenaamde Korps Rukwärts. En dat was eigenlijk het gebied waar de militairen het voor het zeggen hadden. En omdat Himmler daar ook een vinger in de pap wilde hebben, werden daar ook weer allerlei SS- en politieeenheden die onder de SS vielen ingezet. En die vielen onder de Höhere SS- en Polizeiführer. Dat was een soort term. In Nederland was dat Rauter. Dat is een bekende naam uit de Nederlandse bezetting. Nou, waar ging die bespreking over? De bespreking ging over het partisanenverzet wat er in die regio was. En dat was in Oost-Europa natuurlijk vaak communistisch verzet, of althans vanuit Moskou aangestuurd verzet. Je moet je voorstellen, die regio was zo groot dat er gewoon vliegtuigen vanuit het oosten vlogen. Die landden gewoon in door de Duits bezet gebied. Die ontladen daar gewoon wapens en munitie en voedsel. Die stegen weer op, vlogen weer weg. Ja, dat is onvoorstelbaar hoeveel ruimte je daar natuurlijk. Die Duitsers konden dat niet beheersen. Die reden er voortdurend met tankjes en autootjes van de ene plek naar de andere plek in een poging dat te controleren. Ja. Maakte ook zeer veel gebruik van plaatselijke milities. Dus Oekraïniërs, Wit-Russen, die om allerlei redenen collaboreerden met de Duitsers. Het interessante was van deze ontmoeting, was eigenlijk tweeledig. Je ziet dus dat de Hitler en Himmler gebruiken niet langer meer het woord partizaan, maar dat hebben ze vervangen door bandieten.
Want dat woord partizanen had een zekere, ja, glorieuze... Heldhaftig. Ja, precies. Partizaan. Dat waren vrijheids, dat waren Che Guevara's, dat waren vrijheidsstrijders. Dus, what's in the name, woorden zijn belangrijk. We zagen dat al met terreur net. Je ziet dat ook nu met het woord partizanen en bandieten. Dus dat werd ook genoemd bandengebied. Hè? Dus gebied in handen van bendes eigenlijk. Het werd gecriminaliseerd eigenlijk, dat hele optreden. Ja. En er waren ook vaak politie-eenheden die weer op hen aan het jagen waren. Dus zo kreeg dat een hele andere context. Ja. Een heel andere context. Nou, die Duitsers hebben dat, laten we zeggen, werkelijk ruksiegeloos gevoerd in Oost-Europa. En daar zijn ook hele beruchte eenheden bij tot stand gekomen. Onder andere die brigade Dierlewanger. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Die stond onder leiding van dokter Oscar Dierlewanger. Dat was een voorbestrafte crimineel zelf. Hij was wegens seksueel misbruik voor minderjarigen veroordeeld geweest. Toch hoog opgeklommen in de SS, dankzij goede contacten. Hij was bevriend met Kotlo Berger, het hoofd van het SS-hauptambt. Hij had veel vriendjes uit de oude vrijkorps-tijd die hem het hand boven het hoofd hielden. En die man heeft op een zeer radicale, nou beestachtige manier eigenlijk huisgehouden. Ja. En dat deed hij op een bijzondere manier. Want Himmler, die een beetje een romanticus was, die dacht van ja, die partizanen die verstoppen zich altijd in de bossen overal in Oost-Europa. En je had heel veel van dat wilde oerbos nog, dat had je ook in Polen nog trouwens. Mm-hmm. En ja, en hoe moeten wij die Duitse stadssoldaten dan in de bossen sturen? Wij leggen dat af. Ja. En wat heeft hij toen gedaan? Want Himmler had zeggenschap over alle gevangenissen in bezet Europa. En die heeft alle stropers uit al die gevangenissen heeft hij laten halen en bij elkaar laten brengen. En uiteindelijk had hij 1500 man, die werd Wildtiebe, noemen ze dat in het Duits. En toen hebben ze opgericht de Wildtiebe-brigade. Dus een brigade van veroordeelde stropers. En die stropers die kregen dus eigenlijk hun vrijheid terug, maar moesten wel in dienst van de SS vervolgens gaan vechten. En ook als ze daar geen zin in hadden, moesten ze dat doen, want je had niet zoveel te zeggen bij die brigade Dierlewanger. Dus die komen in die brigade samen en die worden aangevuld met politieke gevangenen die relatief lichte straffen hadden, maar ook bijvoorbeeld SS-soldaten, Waffen-SS-soldaten waar Himmler ontevreden over was. Zo is bijvoorbeeld een divisiecommandant waar hij het niet mee eens was, is gewoon overgeplaatst naar de brigade Dierlewanger en moest dan gewoon weer als klein officiertje, moest hij gewoon weer aan de gang. Totdat hij zich weer beweerd had, zoals de Duitsers zeggen, dat hij het weer goed gedaan had, kon hij weer terug naar zijn gewone eenheid. Dus het was ook een soort straf eenheid, strafbataljon. Door het bos uit te kammen, dat was geen leuke klus. Dat was geen leuke klus. En dat nu soort, altijd gevaar. Dus dat soort groepen, er zaten ook trouwens veel Russen en Wit-Russen in de Dierlewanger eenheid, ja. Die werden bij elkaar gebracht en die werden eigenlijk losgelaten op die partizanen. Daar zijn veel verslagen van bewaard gebleven. En als je dat terugkijkt, dan is het letterlijk zo. De partizanenactiviteit neemt bijna met 100% af. Maar er is ook letterlijk geen bevolking meer in die regio. Dus wat hij gewoon deed was eigenlijk gewoon het uitmoorden van de plaatselijke bevolking en het platbranden van de dorpjes en de oogst. Ja. Dus je ontnam eigenlijk de bestaansmogelijkheden. Ja. Die partizanen leefden ook voor een deel van het land. Nee, ik had inderdaad voor onze luisteraars die ook Jordan Peterson wel eens volgen, zullen dit wel herkennen. Ik heb het boek wat hij aanraadde, de Peterson. Van Ordinary Man heb ik gelezen. Ja, dat is van Christopher Browning. Juist, ja. Ik heb me daarover verbaasd. Maar als ik het ook zo goed begrijp, in het verlengde van die bandietenmaatregelen, antibandietenmaatregelen, dat was een soort extra reden om ook bijvoorbeeld op de Joodse bevolking weer. En de gewone bevolking, als die niet helemaal aan de Duitse kant stond. Om die ook gewoon in het bos een greppel te laten gaan. Dat klopt. Van die bewuste bespreking op de Obersalzberg, dat vergat ik nog even, wijst Hitler nog speciaal op dat die Joodse eenheden moeten worden aangepakt. Ja. Nu waren er wel een aantal Joodse partisaneneenheden. Eentje is ook nog prachtig verfilmd door die man die ook James Bond gespeeld heeft. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar die waren er relatief niet zoveel. Maar wat interessant is dat het zegt iets over het denken van Hitler. Ja. Dus dat hij die communistische partisanenactiviteit ook als een Joodse activiteit betitelt. He, dus dat Joods bolsjewisme, dus de relatie leggen tussen Jodendom en communisme, bolsjewisme,
Dat was typisch iets van de nationaalsocialisten. Dat was een hele overdreven uitvergroting van de rol van de Joden in het communisme. Maar je vindt dat dus wel terug nog in die bespreking. Ja. Waarop Hitler eigenlijk gewoon zegt, je moet die Joods-Bolsjewistische bandieten moet je aanpakken. En zo is dat uiteindelijk ook gebeurd. Ja, laten we naar 100 jaar geleden gaan. Dan zitten we in juni 1918. Ja. Dan waren er twee hele grote vlagpartijen aan de gang. Zeker. Eentje speelde zich af in de loopgraaf en eentje speelde zich af in ziekenhuisbedden. Ja, dat is onvoorstelbaar. We zijn dat bijna weer vergeten. Maar de Spaanse griep... 1 juni werd het officieel een pandemie. Een pandemie, ja. Dat is een epidemie. We kunnen dat bijna niet meer voorstellen. Heel af en toe zie je nog wel zo'n uitzending op tv dat er gewaarschuwd wordt, hè, van muterende virussen die dan uiteindelijk zouden kunnen leiden tot ziektes die niet meer te bestrijden zijn met antibiotica. Je weet, griep ontstaat bijna altijd in China. Hè? Het is een mengeling vaak tussen eenden en varkens. En daar ontstaat een virusvariant die uiteindelijk overwaait naar Europa. Maar in dit geval waaide dat over naar de wereld. En het was ook een moeilijk controleerbaar iets. Ook in Nederland zijn tienduizenden mensen bezweken aan de Spaanse griep. Wat voor mij als historicus eigenlijk het interessantste is, want laten we zeggen over de ziektegeschiedenis zelf, dat is toch natuurlijk een zaak vooral van artsen. Maar het feit dat die epidemie, die eigenlijk gewoon als een wind eigenlijk even over de aarde ging, gewoon 30 miljoen mensen heeft weggevaagd. Meer doden dan de Eerste Wereldoorlog. Ja. Het is onvoorstelbaar eigenlijk. We hebben er ook, ik heb als uitgever er ook een boekje over uitgebracht in Nederland, van Reinhold Fuchs. Omdat ik het in die zin ook een onvoorstelbaar interessant verschijnsel vind. Er waren heel veel gezinnen waarvan 1 of 2 familieleden gewoon erin gebleven waren. Vaak natuurlijk ook ouderen die wat kwetsbaar waren. Ja. Ook vaak kinderen. Dat waren de 2 grote groepen die hier aan overleden zijn. Dus dat is een beetje een wat ondergeschoven gebeurtenis. Dat sloopt een beetje ook door de jaren heen. We denken allemaal, als we in die eind jaren 10 denken, denken we alleen maar aan die oorlog. Maar die ziekte, dat is een soort bijverschijnsel. Ja, ik denk die ziekte wordt ook meer ervaard blijkbaar als iets waar je weinig tegen kon doen. En zo'n oorlog is natuurlijk toch een menselijk product. Hè? Dus dat heeft ons misschien ook geestelijk nog meer bezig gehouden. En dat zie je dus aan die andere gebeurtenis. Die is ook zeer interessant. Oorlog is niet te verwerken. Zo'n ziekte kan je. Dat kan je als een soort natuurverschijnsel. Dat is alsof de vulkaan uitbarst. Ja, op een gegeven moment zijn er weer andere medicijnen. En dan is het ook letterlijk een stuk geschiedenis. Terwijl zo'n oorlog natuurlijk... Kan altijd weer uitbreken. Kijk, die Eerste Wereldoorlog, dat is gewoon de oerkatastrofe geweest van de 20e eeuw. Door die Eerste Wereldoorlog heb je enorme... Je hebt de communistische opgang gehad eigenlijk daarna. Je hebt de reacties daarop gehad, waar ook de Nationaal Socialisten enorm op geprofiteerd hebben. Ik denk dat dat voor beide was dat gewoon pure humus op hun intolerante ideologie. Die kwam voort eigenlijk uit ellende en vooral het ressentiment van die oorlog. En je ziet dus in juni 1918... Toen was het nog spannend. Ja, zeker. Het loopt al richting zijn einde, maar het is eigenlijk een alles of niets scenario. Je ziet dan dat de Duitsers die hebben al het jaar daarvoor hebben ze gezien dat die onbeperkte duikbootoorlog heeft niet gebracht wat ze wilden. En ze hebben uiteindelijk geprobeerd om Rusland te revolutioneren en op die manier van die 2 fronten oorlog af te komen. Duitsland zat gevangen, zij vochten eigenlijk bijna tegen de hele wereld inmiddels. En ze hadden zelf alleen steun van die Oostenrijk-Hongaarse leger, wat niet altijd geweldig was. Italië is overgelopen en de Turken, die zitten toch een beetje op een zijfront. Dus zo loopt dat conflict en zij zoeken dan een oplossing en ze slagen erin om in 1917 Rusland te revolutioneren. Het gaat wat verder over die Duitse rol te praten, maar ze hebben daar wel invloed op gehad. Daarvoor moet men de aflevering over Ludendorff luisteren. Uiteindelijk leidt het ertoe dat die Duitsers ongeveer een 70-tal divisies naar het Westfront kunnen halen. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk nog steeds niet genoeg voor die Amerikaanse industrie die inmiddels zo... Maar die Amerikanen kwamen natuurlijk iedere maand met een hele... Frisse jongens, maar goed, dat was niet in één keer in Europa, dat leger. Dus dat kwam met 100.000 man tegelijk kwam dat binnen. Maar goed, 100.000 man, dat zijn toch 10 divisies. Dus dat gaat hard, hè? Dat bouwt lekker op. Dus die Duitsers hadden verschrikkelijke haast. En aan het Westfront was de leiding Paul van Hindenburg en Erich Ludendorff. En die hebben toen gezocht aan het front naar plekken
van waar zij konden doorbreken. En dat leidt uiteindelijk tot een hele reeks Duitse offensieven. Ik zou bijna willen zeggen wanhoopsoffensieven. Waarin ze gewoon zoeken naar, en dat is het oude Duitse militair concept van de Entscheidungsschlacht. Die Duitsers waren altijd, Duitsland is een doorgangsland, niemand heeft meer buren dan Duitsland. Als je wil weten waarom Duitsland een militaristische traditie had, en Pruisen, dat komt omdat als je maar genoeg buren hebt, moet je op een gegeven moment zorgen dat je heel goed leger hebt, want anders hou je gewoon weg niet staande. Dus die Duitsers die bedachten altijd van als je nou met één klap iets kan winnen, dan ben je van die vijand af. Dus dat was de Entscheidungsschlacht. Dat is onder Kneisenau is dat al uitgedacht. Ja. Na jaren stilstand in het Westen ging het in ene razendsnel. Er moest een doorbraak komen. Ja. En ze hebben gezocht naar de juiste plekken. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een offensief op wel 5 plaatsen. En waarom dan op 5 plaatsen? Nou, dat was gewoon, het lukte niet voldoende op de ene plek. En men probeerde weer op de andere plek. Dus er werd eigenlijk, het was ook niet à la Ludendorff dit hele verhaal. Dat was echt een geweldige planner. En, maar ja, dit was gewoon met de rug tegen de muur. En het moest nu gebeuren. En je ziet dan dat ze wel bepaalde successen hebben. Ze hebben bijna, heb ik begrepen, de Engelsen van de Fransen. Ja, het scheiden. Nou ja, het was natuurlijk ook het idee van, kunnen we die partijen uit elkaar spelen? Ja. Hè? En kunnen we een oorlogsmoeheid? Als we dan sla je het moraal gewoon. Dan sla je het moraal terug. En wat bijvoorbeeld heel slim was, ze hebben in de frontsector aangevallen waar Portugese eenheden stonden. Want Portugal had ook stond aan de kant van de Entente. En had eigenlijk om opportunistische redenen zich de oorlog verklaard aan Duitsland. Die dacht, nou hebben we straks ook een beetje profijt nog van. Een beetje buit. En er stonden dus ook een aantal Portugese divisies aan dat front. Nou, ik kan je vertellen, die waren niet van de kwaliteit van de Fransen en de Engelsen. En de Duitsers, die hebben heel slim die op die Portugese divisies ingezet. Nou, die waren op de eerste dag al op de loop. Dus dat bood natuurlijk kansen. Maar daar diende zich nog een ander probleem aan. Die legers hadden jarenlang in de loopgraven gelegen. En dat Duitse leger, dat werd gewoon gezien als een lompenleger. Zelfs de uniformen waren eigenlijk versleten waarin die mannen liepen. Ja. Eigenlijk terugkijkend kun je zeggen dat het wonderbaarlijk was. Dat geldt ook voor de Entente-kant. Maar die had het wat beter qua voedsel en proviandering. En die zaten dichter bij huis. Dichter bij huis, ja. Hadden ook meer koloniën waar je uit kon putten. Ja. Er waren ook allerlei Chinese werkkrachten zelfs nog ingevlogen. En het Indochina. Ja. Die loopgraven werden op een gegeven moment door de Chinezen gegraven. Dat was toch wel een wonderlijke kwestie. De Duitsers die deden alles zelf. Die moesten het zelf doen. Ja. Maar die maakten gebruik van alles wat ze hadden. Ik heb zelfs een foto gezien van een olifant uit de dierentuin van Aken. Die ingezet werd met loopgravenbouw door de Duitsers. Dat is toch wel heel wonderlijk om te zien. Een olifant. Maar die was erg goed in het aantillen van die balken. Van die boomstammen die gebruikt werden. Want die loopgraven die groeiden bijna uit tot kleine huisjes op het laatst. Want die mensen zaten dag en nacht in die loopgraaf. En je stond, als je het niet goed organiseerde, letterlijk tot aan je enkels in het water. Maar die Duitse troepen die veroveren dan die Entente loopgraven en ontdekken daar dan eigenlijk, anders dan hun propaganda beweerde, dat het aan die Entente kant toch wel wat rianter was. Daar was meer eten, daar was meer drinken. En je kunt het die Duitse soldaten ook niet helemaal kwalijk nemen dat die eerst eens eventjes een flinke maaltijd ging nuttigen toen die loopgraaf veroverd had, in plaats van dat die gelijk doorstoten de diepte in. Dus de Duitsers hebben, ook bij Verdun gedaan, op bepaalde beslissende momenten ook wat terughoudend geopereerd. Je moet je voorstellen, we leefden nog niet in de tijd van de Blitzkrieg. Hè? Het was niet zo dat daar een gemotoriseerd leger eventjes over het land ging. Ja, de eerste stoottroepen die waren net uitgevonden, maar dat was eerder een experiment dan een dat klopt, van de regel. Ja, die stoottroepen waren vrij nieuw. Die zijn tussen de oorlogsjaren door Felix Steiner, later een beroemde Waffen-SS-generaal, goed uitgewerkt. En dat werd een hoofdonderdeel van die blitzkriegstrategie. Hier zie je het eigenlijk dat die Duitse troepen, dat lompe leger verplaatst zich gewoon van de ene loopgraaf naar de ander. En dan is het heel moeilijk. Het landschap was trouwens natuurlijk ook een probleem. Nou, overal zaten er gaten. Dat was gewoon één bommetrechter. Je kon dus niet even zeggen van we laten 1000 vrachtwagens aanrukken en we stoten door de diepte in. Het is wel zo. Het was in ieder geval indrukwekkend genoeg wat die Duitsers deden, dat er wel even een soort Marne-achtig idee weer ontstond. Net zoals de Marne-slag in 14, dat noemen ze het wonder aan de Marne, dat het eigenlijk een beetje kantje boord was. En ook nu was weer even het idee in Parijs van moeten we niet de koffers gaan pakken, vindt er alsnog een Duitse doorbraak plaats. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Er zijn allerlei reserves ingezet, maar had ook gewoon meer reserves.
En bij de Duitsers, ja, ik moet het gewoon zeggen zoals het is, de lucht was er eigenlijk gewoon uit. He, het is heel vaak gezegd van, dat is ook die dolkstootlegende van, ja, wij zijn nooit aan het front verslagen en eigenlijk hadden we die oorlog niet hoeven verliezen. Dat komt zijn we toch weer bijna tot de kust Duitsland gekomen. Hè? Ja, en dat is waar, maar het andere verhaal is ook waar. Ja. Het is ook waar dat er toch een zekere oorlogsmoeheid was aan de Duitse kant. Dat er inderdaad protesten waren in Duitsland waarvan de mensen die van verlof terugkwamen over vertelden. Dat er ook schaarste was. Dat is ook, doet ook slecht, hè. Als jij dus in de front staat en je hoort dat je familie thuis honger heeft, Duitsland had gewoon een hongerprobleem. Daar doe ik het voor. Juist, het idee kwam ook van, ja, deze oorlog is een zinloze slachtpartij. En hoe lang ga ik hier nog aan bijdragen? Het was ook zo dat de versterkingen die aangevoerd werden, werden ook uitgescholden voor oorlogsverlengers. He, van jullie zijn een kriegsverlenger, he. Jullie komen hier die oorlog rekken. Terwijl wij naar huis willen. Wij willen naar huis, ja. En ja, dat is natuurlijk een heel interessant gegeven. En zo zie je dat, dat de voorjaarsoffensieven uiteindelijk doodbloeden. En het begin van het einde is van de nederlaag in november 1918. Ja. Volgende maand gaan we het hebben over de eigenaardigheden die zich toen afspeelden. In juli 1918, 1943, noem het allemaal op. We gaan er allemaal doorheen. U hoeft geen geschiedenisboek meer te kopen zo. Liefst wel, hè. Maar je hebt er nog een hele mooie namelijk. U wil nog... Ja, dat mag graag. Er is een interessant boek verschenen van een Amerikaanse rechtsgeleerde. Dat is door ons vertaald door Dieter Oudersluis en Johan Meijer. Met een voorwoord van Paul Cliteur. En de auteurs Amos en Kiora. Dat is een wat exotisch klinkende achternaam. Dat komt omdat hij Hongaarse familieleden heeft, maar waar nu in de Verenigde Staten leeft. En dat boek heet Medeplichtig, de omstanders en de Holocaust. Dit is een interessant thema. Dat wordt ook een beetje belicht vanuit de juridische hoek, maar ik wil het nu iets meer historisch insteken, als je dat goed vindt, omdat dat iets meer mijn terrein is. Maar Dat gaat over het debat wat door Raoul Hilburg, maar ook onder invloed van Goldhagen, Daniel Goldhagen, is opgestart. Dat waren historici die over de Holocaust hebben geschreven. Goldhagen die heeft eigenlijk gezegd van ja, die Duitse schuldvraag moet je enorm vergroten. Dat heeft men teruggebracht tot Hitler, een paar topnazi's en een paar SS'ers. Maar eigenlijk was dat hele Duitse volk schuldig, zei Goldhagen. Nou, daar is toen heel veel ophef over gekomen. Daar waren ook meeste historici niet mee eens. Gek genoeg, in Duitsland vond het veel weerklank. Dus we hadden het net over Merkel en de psychologie. Nee, ja. Dit is ook een elementje. Die Goldhagen heeft daar dus, laten we zeggen, dat op de agenda gezet. Dat is wat genuanceerder vervolgens uitgewerkt door de grote historicus van de Holocaust. Dat is Raoul Hilberg. Of Hilberg. Die heeft een driedelige serie geschreven. Dat heet De Vernietiging van de Europese Joden. Is ook bij Verbum in het Nederlands vertaald. Maar er bestaat een goedkope pocket editie van in Duitsland. En ook mooi ingebonden nog. En die Hilberg die heeft eigenlijk het begrip bystander geïntroduceerd. En de bystander is eigenlijk de omstander. Je moet je voorstellen, dat gebeurt nu aan de lopende band. Hè? Ik zal je een voorbeeld geven. Ik zag een filmpje laatst op YouTube. En iemand glijdt van het perron af op een station. En het interessante is, de mensen gaan niet helpen om jou eruit te klimmen. Die pakken een telefoon uit. Die pakken een telefoon en die gaan het filmen. Dus dat is een heel wonder iets. Hè? En, nou goed, dat kon natuurlijk vroeger niet. Maar het is wel hetzelfde principe. Dat mensen zich niet... je voelt je betrokken in de zin, je bent nieuwsgierig. Je wil weten hoe het zit. Je staat er. Het is eigenlijk, je staat erbij en ik keek ernaar. Ja. Dat oude spreekwoord. Nou, dat noemen we tegenwoordig het bystander vraagstuk. En dat speelde natuurlijk in de Holocaust ook. Ik weet nog wel van mijn eigen opa en oma bijvoorbeeld. Die woonden van mijn vaders kant in een wijk waar veel Joodse mensen woonden. En die werden vaak in de nacht werden die huizen leeggehaald of de mensen opgehaald. En dan lag je ook in bed en dan hoorde je buiten allemaal lawaai. Dus op afstand was je ook een soort bystander. Hè? Je keek tussen de gordijnen door en je zag wat er aan de hand was. Maar dat ging natuurlijk ook nog veel anders. Hè? Bijvoorbeeld met de Einsatzgruppen in Rusland. Daar werden mensen gewoon in het dorp klaarlichte dag opgepakt en op het marktplein verzameld. En
Die werden naar een bosje buiten het dorpje gebracht. En daar werd gewoon de hele Joodse gemeenschap ter plekke gefusilleerd. Dus dat bystanderprobleem, dat is ook een waarachtig probleem. Van, ja, waar ligt jouw verantwoordelijkheid eigenlijk in dit verhaal eromheen? Ik moet je zeggen, ik vind dat een buitengewoon complex iets. En als ik naar mijn eigen leven kijk... Dat is ook een beetje een wat zou jij doen boek. Zit het er ook juist! Bij? Nou, ik zit je in ieder geval enorm aan het denken. Ja. Over, het is niet meer de geschiedenis van de ander. Dat vind ik een belangrijk punt. Je brengt het weer terug tot je eigen geweten. En daar kunnen we wat van leren. Hè? Bijvoorbeeld als ik naar mijn eigen leven kijk... Ik heb bijvoorbeeld ik heb 2 keer ingegrepen in een vechtpartij... Bij het uitgaan. En trouwens recentelijk trouwens nog een derde. Bij een benzinepomp notabene. De 2 oudere heren van in de 60. Maar goed, toen was het ook niet zo dapper om in te grijpen, zou ik maar zeggen. Die kon ik nog wel hebben. Maar ik heb ook, laten we zeggen, mijn jonge jaar 2 keer ingegrepen. Ik heb het ook 1 keer niet gedaan. En dan kwam eigenlijk, ja, dan ben je zelf een beetje moe. Je wil naar de auto. En onderweg gebeurt het dan wat. Er werd hulp gevraagd eigenlijk. En ik heb me eigenlijk ook een beetje verscholen van... ja, ik weet niet precies wat er gebeurd is. En misschien hebben ze het wel zelf uitgelokt. Weet je wel? Nou, uiteindelijk heb ik me er niet mee bemoeid. Heb ik toch achteraf wel een beetje last van gehad. Dat ik toch had ik niet iets moeten doen. Of had je maar hoop lawaai gemaakt. Ja. Of zoiets dergelijks. Hè? Hoe tegenwoordig zou je zeggen, pak je telefoontje en bel de politie. Maar dat was nog een tijd voor de mobiele telefoon. Dus zo lang geleden is het alweer. Maar ik herinner het me nog wel. En dat zijn natuurlijk ontzettend... onschuldige dingen vergeleken bij dit. En dit is, wat wel interessant is, hij heeft dit aan case studies, die Cuora, in de boek Medeplichtig, heeft hij het opgehangen aan case studies uit Hongarije, ook met zijn eigen familie natuurlijk die dingen, en met Nederland ook nog. Oké, case studies dicht bij huis. Dicht bij huis, dus... En het zijn dan ook echt van die gevallen dat je denkt, het is de smid uit het dorp die... eigenlijk gewoon zijn dingetje blijft doen. Er is een andere politieke situatie. En dan wordt hij geconfronteerd. En hoe hebben mensen gereageerd? Hij legt ook uit hoe het gegaan is. Okay. Er zijn ook hele opmerkelijke dingen gebeurd. Hè? In Nederland zijn ze in die schouwburg verzameld. En daar zijn ook weer kinderen uitgesmokkeld. Gewoon door Nederlandse mensen. Die dan zeiden, er moet iemand naar de arts toe. En dan werd zo'n kindje meegenomen. Dan namen ze stiekem nog eentje mee. Ja. En ouders, dat is natuurlijk ook heel knap, Joodse ouders hebben kinderen meegegeven. Dat is ook nogal wat, hè? Mm-hmm. Want ze wisten toch ook niet precies wat er ging gebeuren. Ze gingen dan natuurlijk eerst naar Westerbork. Ja. Maar de officiële verhaal was natuurlijk dat je uiteindelijk naar een werkkamp ging ergens. Maar daar hebben toch wel mensen aangevoeld van nou, dit stinkt. Dat vertrouw ik niet. Ja. En die hebben toen al, en er waren toch ook mensen die bereid waren om te helpen en... op die manier ook hun leven gewaagd hebben. Dus het is een mooi verhaal wat ingaat, ook een beetje van de juridische kant. Waar begint en eindigt het bystander? Medeplichtig. Daarom is de titel ook heel kort, medeplichtig. Ja. Hier gaat het om, en het is een boek denk ik ook, ook voor vandaag de dag, in de zin van leefjes in en hoe zou je gereageerd hebben? Neem een stap in die oorlog. Gewoon precies, heel simpel. Precies. Daar dient een boek ook voor natuurlijk. We zetten hem in de beschrijving natuurlijk. Dat kunt u wel ook vinden. Ik ga je bedanken. Graag gedaan. Ik bedank jullie voor het luisteren, beste luisteraars. En tot de volgende keer.